President en voorzitter van de NDP, Daisy Boutersen, wil een hertelling van alle stembureaus landelijk. Dit heeft hij vandaag bekendgemaakt in een gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Volgens Boutersen zal bij de hertelling meer transparantie zijn. Namens de NDP zal hij een officiële protestbrief richten naar het onafhankelijk kiesbureau. Boutersen zegt dat hij zich pas zal berusten in het verkiezingsresultaat wanneer deze bindend wordt verklaard door de officiële autoriteiten. Zodra dat niet het geval is, maakt hij zich niet druk met de uitspraken van de huidige oppositionele partijen. Boutersen vraagt zijn partijgenoten daarom het hoofd koel te houden.